Yo, kijkers en welkom bij alweer aflevering 25 van onze Ajax Career Mode. Waarom weigert Veldman zijn contract te verlengen? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Hij wil in ieder geval zijn contract wel uitdienen. Het is niet dat hij per direct verkocht wil worden. Dus we hebben nog tijd om met die gasten te onderhandelen, want we hebben hem nog voor een aantal seizoenen vast. Wat is dit? Je moet niet het gevoel hebben dat je me niet meer kunt opnemen in de selectie. Ik blijf alles voor team geven en misschien blijf ik zelfs wel. Ik ben er nog niet uit. Kijk, dat bedoel ik. Hij heeft namelijk nog zat jaren op zijn contract. Dus we hebben nog genoeg tijd om met die gozer te gaan onderhandelen. Nou, zo te zien. Atletico Bilbao. Fuck namen, jongens. En ik verspreek me nu al over alles en iedereen. Dus het gaat een goede video worden, merk ik al. Maar hij is in ieder geval een makkelijkere tegenstander Bayern München. Dus we moeten deze ronde kunnen overleven. We hebben allereerst een wedstrijd tegen NAC. Dus laten we dat maar eerst doen. Dan gaan we wel met de wissels. Want dan wil ik mijn meest fitte spelers ook fit houden. Al ga ik wel een paar goede spelertjes gewoon meenemen, denk ik. We zullen eens even zien wie, wat, waar en hoe en waarom. En noem maar op. Zuma kan ik namelijk wel. Of staat Zuma in de basis? Nee, toch? Ik ga eens even checken. Dat kan ik trouwens ook gewoon hier checken. Momentos. Gewoon pats. Nee, Zuma staat niet in de basis. Oké. Dat is mooi. Dan ga ik Zuma opstellen in plaats van der Hoorn. Dost Andersen kan ik ook wel opstellen, denk ik. In plaats van Ziemling. Sowieso. Ha! Bilal Minikisna, dat is prima. Even kijken wat we nog meer hebben hier. Van Damme kan ik ook wel weer eens neerzetten. Zo. Prima. Dan laten we het zo. Let's go. Oké. Here we go. Skip dit introotje. Tegen NAC moeten we in principe kunnen hebben. Geen probleem. Al spelen we wel met de bank. We moeten het gewoon kunnen hebben. We veroveren hier alweer de bal. Oh, kijk daar. Nee, we pakken hem niet terug. Milik gaf de bal niet echt lekker mee. Anders hadden we al een dikke open kans. Nou, dit ziet er leuk uit. Andersen. Schiet maar, jongen. Oh, dat is een afzwaaier. Andersen. Geef maar voor. Milik staat er. Er stond ook nog. Wie was dat die erbij stond? Klaassen misschien? Denk ik. Oh, dat ziet er goed uit. Bilal knalt 1-0 binnen. Goed samengespeeld. Prima goal. Heel makkelijk. We hebben echt non-stop balbezit. We kwamen alleen niet echt lekker voor doel. Want ik verder verdedigen NAC op zich best prima. Maar goed, als je er dan doorheen komt en je maakt het af, dan sta je alsnog gewoon voor. 1-0 is binnen. En Bilal scoort zijn 7 in de competitie. De voorzet van NAC. Oh. Mooi langs de man. Milik kopt. Oh, dat was niet slecht. Nou gaan we weer met Milik. Milik op de vleugel. Verliest bal. Kisna veroverd. Oh, wordt neergehaald. Scheids doet niks. John op de vleugel. Moet in één keer voorgeven. Doet dat ook, maar niet goed. En dan vliegt de bal over de lijn. Oh, goede bal naar Milik. Milik. Oh, langs de man. Schiet hem. Oh, de redding van de keeper. Voorkomt de 2-0. Leuke actie. Goed uitgevoerd. Maar niet afgerond. Wat een rare duik. Hij had in principe volgens mij goed kunnen blijven staan en vangen. Maar hey, we hebben een corner. Dus dan hoor je mij niet klagen. De bal vliegt voor. Bilal zie ik daar. Maar dat is een klein manneke. Die komt niet over de verdedigers heen. We zijn in ieder geval in de buurt van de 16. Maar ik zie echt niemand goed vrijlopen, joh. Oké, nou dat is dom. Dan moet je het afmaken, Milik. Goed. Fout van de verdediging geeft ons de ruimte voor een schot. En dan maken we de 2-0. Prima, prima. Zou de bal bezig. Oh, dat is een overtreding. En dan hebben ze hier een vrije trap mee. Ben benieuwd of ze hier gaan van profiteren. Dat is de vraag. Mijn gok is nee. Mijn gok is gewoon nu al dik nee. Waarschijnlijk gaat hij over of zo. Oh, ze geven hem voor, maar wel naast. Ha! Slecht. Oh, dat ziet er goed uit. K-
Krishna neemt niet goed aan. Oké, zien we wat we kunnen geven. Mee naar Bilal. Bilal, dat is een beetje weer te diep. De passes zijn niet erg lekker hoor. Tweede helft, aftrap is genomen. Een beetje een saaie wedstrijd. Ik ben non-stop aan het aanvallen. Wow, oké, daar was op zich een kans. Maar ja, als je hem zo lomp gaat schieten, dan verpest je het voor jezelf. Schiet maar. Oeh, niet slecht. Hou die bal. Nee! Nou is het een doeltrap. Oh. Waarom? Over de rechtervleugel met Bilal. Die heel veel ruimte heeft. Zien wat we kunnen. De verdediger houdt hem wel bij. We gaan eventjes terug. Pasen, voorzet. Voorzet dat bijna naar het doel gaat. Dat is nou weer jammer, zoiets. Dat het zo slecht gaat. Oh, Krishna. Goed. Oh, oh. Ja, pas hem, pas hem. Goed. Andersen maakt het af, jongen. Maar ja, prima, prima. Kijk. Goed samenspel. Weer gewoon prima overgetikt. Andersen die zich wel goed vrijliep vooral. Heel veel de ruimte pakte die er was. En dat benut met een doelpunt. Dus dat is gewoon prima voetbal. Gewoon goed samengespeeld. Huppakee. Slecht verdedigd van NAC als je zoveel ruimte laat liggen. Maar hey. Oh, kijk hier dan. Prachtig paasje. Paas hem eens af. Aha, Krishna. Of was het gewoon geen goede paas? Ik denk ik ga even Krishna een goal gunnen. Maar godsamme, dat doen we dus ook niet meer. Een voorzet vanaf hier. Kan dat? Dat kan. Alleen als je dan zo gaat koppen, dat is dan veel te zacht. Nou, we hebben twee wissels gemaakt. Milik eraf voor Sivkovic. En Klaassen eraf voor Viergever. Oh, kijk, dat is een gevaarlijk schot. NAC Breda gooit die bal weer in mijn 16. Maar aan de handen van de keeper. Oh, dat is op zich een mooie paas. En dat is ook goed gepaast. En dan is dat niet goed geschoten door Viergever. Nou, op zich ook wel goed gered. Dus misschien wel goed geschoten. Het is maar hoe je het bekijkt. Ola John. Creëert heel veel ruimte hier. Ola John. Een geplaatst schotje. Maar dat wordt simpel gehouden door de keeper. En dan wordt de bal weggerost. Gaan de bal voor. De bal komt voor. Niemand die daar kan koppen. En dan fluit de scheids af. En dan winnen we met 3-0 van NAC. En gaan we naar de volgende Champions League wedstrijd. Let's go. De Champions League. Dan zijn we weer. Atletiek Bilbao. Atletic noemt de commentator het gewoon. Dus dat ga ik ook maar doen. Dat klinkt een stuk gezonder dan wat ik deed. Ik heb mijn normale A-team weer staan. Mijn vaste basisspelers voor deze wedstrijd. We spelen uit. Dus we hebben een uitnadeel in principe. Enige wijziging die ik heb gemaakt is Tielemans eruit en Nabri erin. Omdat Nabri gewoon de laatste paar wedstrijden goed gespeeld heeft naar mijn mening. Dus die geef ik even de kans in de basis. En dan hopen dat we hem na zijn huur die afloopt. Dat we gewoon gaan contracteren. Want ik wil hem toch wel hebben. En dan kan ik Tielemans naar het midden schuiven. En dan gaat Van der Vaart naar de bank. Dat is toch wel denk ik een goed iets. Dus mijn basis wat jonger en sneller. En dan heb ik alsnog een mooie bank. Daar zie je mijn basis 11. Fischer, Dost, El Ghazi. Misschien had ik Sivkovic erin moeten zetten. I don't know. Serrera, Van der Vaart, Nabri. Ja, het is al weg. Maar jullie hebben het allemaal wel gezien. Voor mij geen nut in principe om het allemaal iedere keer op te noemen. Tijd om dit te winnen. Let's go. El Ghazi, de man in vorm voor ons in de Champions League. Aantal goaltjes erin liggen. Hopelijk tikt hij er weer een in. Van der Vaart, de man met ervaring en de aanvoerdersband. Maar volgend seizoen dus waarschijnlijk op de bank. En we nemen de aftrap. Here we go. Oh, goed meegegeven naar Fischer. Fischer, langs de man. Fischer. Oh, dat is wat eerst een goede schot. Maar de redding van de keeper houdt het nog op 0-0. Oh, kijk El Ghazi een loop maken. El Ghazi neemt het aan.
Komt ook langs de verdediging. Schiet en de redding van de keeper houdt het nog steeds op 0-0. Gnabry. Op snelheid langs de man. Prima daar. Geeft hem voor. Oh, en bijna Fischer voor de kopbal. Oh, oké. Dos, dat is toch wel een mooie bal. Net te diep. Maar goed gepaasd. Kom je nou een beetje in vorm? Oh, Gnabry. Goed de bal gewonnen, jongen. Dos met de paas naar El Ghazi. El Ghazi met ruimte en schiet. Gnabry houdt de bal in het spel. Maar buiten spel. Fischer naar Dos. Dos nu wel vrij. Dos schiet hem naast. Oh. Dat had het toch wel moeten wezen hoor. Ik ga een loop maken met Gnabry. Te veel verdedigers. Kan ik Gnabry niet kwalijk nemen. Er werd gewoon goed ingelopen daar door Atletiek. El Ghazi wordt neergehaald. Krijgt een vrije trap mee. Van Rijn staat weer klaar. Ik ga het gewoon weer proberen. Een keer een wat harder schot. En over naast. Goed verdedigd door Van der Vaart. Fischer geeft hem mee aan Dost. 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 Verliest bal. En wint hem ook niet terug. Jammer, jammer, jammer. Ik ga gewoon voorgeven. De bal gaat. Bijna de kopbal voor Dost. Gnabry. Gnabry, de man in vorm voor ons. Laatste tijd schiet hem over. Eerste helft gespeeld. Nog steeds 0-0. Hopelijk kunnen we iets doen in de tweede helft. Ik ga wel Dost eruit halen. Ik ben niet echt tevreden hoe die speelt. En niet Milik, maar Sivkovic komt ervoor in de plaats. Atletiek op onze vleugel. Dolt onze verdediging een beetje daar. Goed gespeeld. Gnabry pakt de bal. En dan zie ik hier Fischer met een loop. Fischer naar El Ghazi. El Ghazi paas hem af. Niet goed gepaast. Daar is Fischer nog. Fischer maakt de 0-1. De 0-1 is eindelijk binnen. Overgetikt naar elkaar. Goed uitgespeeld. Goed de vrije man opgezocht. Daar is de hele ruimte voor Fischer die in één keer schiet en afrondt. Eindelijk is het eerste doelpunt daar in deze wedstrijd. Probeer een beetje om de speler heen te draaien. Dan de paas mee naar Fischer. 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 Met een schot. En hij schiet de tweede erin. Hij speelt ook lekker nu hoor deze wedstrijd. Beetje falende schijnbewegingen die ik deed daar met Sivkovic. Dan de bal meegeeft naar Fischer die langs de man draait. En hem in het verre hoekje schiet. Mooie goal. Serrero die de bal vasthoudt. Serrero. Nou ga ik sprinten met Serrero. En als Serrero sprint dan is hij snel. En dan schiet hij net over of naast wat het ook is. Maar wel een leuke actie. Oh Sivkovic. Nou moet jij. Sivkovic langs één man. Nu met een schotkans. Oh, wauw. We verdedigen op zich nog goed. Een schot en Sillissen redt. Corner voor Atletiek. Gaan ze iets doen. De bal komt voor. Sillissen pakt. Goed. Oh, kijk. Daar is de bal. Dan moet Sivkovic hier iets doen. Sivkovic verliest de bal. Gnabry wint hem terug. Gnabry. Gnabry. Mooi langs de man. Een schot. Gered door de keeper. Oké, daar is Fischer weer. Fischer langs de man voor de hat-trick. Schiet de bal op de keeper. Oh, Tielemans wint de bal goed. Heel veel ruimte hier. Ik geef hem mee. Sivkovic die aan draait. En net te hard draait eigenlijk. Maar daar is Tielemans nog. Oh! Nou, ik zie Fischer weer een run maken. Fischer, die is een beetje vermoeid natuurlijk. Heel aardig wat meters in de benen. Sivkovic die goed de bal terugwint. Fischer. Misschien toch nog voor de hat-trick. Fischer. Weer op de keeper. Het lukt niet meer. Oh, wat is dat voor een bal? Gaat dat gewoon aankomen? Op zich wel, maar kwam ook bij de verdediger die terug. Kopt naar de keeper. En dan hebben we nog 5 minuten extra. Oh, het is al gespeeld. Nou. Dat is tenminste gewonnen.
En Fischer is de man van de doelpunten. Wij waren ook het team met het balbezit, in principe. En ik heb niks te klagen. Prima wedstrijd. Ik zou zeggen, vond je dit leuk? Oh, we gaan nog eventjes kijken wat hier staat. Tobias Sana. Oké, die wil... Oh. En zelfs Kiesna wil weg. Dat is wat minder. Dat is heel wat minder. Maar ik zou zeggen, vond je dit leuk? Laat een like achter en deel hem. Dat steunt mij enorm. Bedankt voor alles daarvoor. En ik hoop dat jullie de volgende video ook weer kijken. Tot dan. Laters.